Wijmans van Manu. Jim, hoe is het? Ja, goed. Hoe ik ben begonnen met kickboksen? Het is eigenlijk heel grappig. Ik heb altijd eerst heel lang taekwondo gedaan. En op een gegeven moment won ik daar alles bij. Zo bij de heren als bij de dames deed ik mee. En ik ben iemand, ik heb echt een uitdaging nodig. En ik moet echt een bepaalde adrenaline krijgen. Anders zakt mijn motivatie en mijn zin erin. En dat was toen een gymzaal met 2 verdiepingen. En als ik dan zelf getraind had, dan hoorde ik altijd heel veel geluid en herrie. En dan, zo nieuwsgierig als ik was, ging ik altijd kijken. En dan zag ik kickboksen. En toen kwam ik thuis en zei: pap, man, ik ga kickboksen. Dat was misschien 13 of zo. Het eerste antwoord wat ik kreeg was nee, gelijk. Nou, dat na maanden lang voorthouden, elke dag nee. Toen op een gegeven moment waren ze denk ik zo klaar met mijn gezeur. Dat ze gewoon gezegd, dat is goed. Ga je 5 dagen in de week, ga je alleen boksen. Waar ik dus op dat moment niet mijn doel in lag, of wat ik wou. En de andere 2 dagen liep ik het helemaal huiswerk maken. Ook heb je het af, maak het nog maar een keer. Of maak het nog maar een keer. De hoop dat ik hetgeen jaar zou volhouden. En precies na een jaar zei ik zo, ik heb nu precies een jaar volgemaakt. Dus ik ga mijn kickboksen. Diepe discipline. Ja, ik zit nu, ik denk, 4-5 jaar bij mijn ja. Ik ben 25 jaar. Ik krijg meerdere gewichten, zoals velen al weten. Ik maak in principe een schommeling van 55, 56 kilo naar de 65 kilo. Dat heb ik laatst ook gevochten. En mijn record is nu, ik denk, ongeveer 47 partijen. 6 verloren, 1 onbeslist en 9 knock-outs. Te veel, nee, geintje. Nee, je traint nooit genoeg, vind ik. Ik vind, je moet het ook hebben van je uren maken in de gym, om het überhaupt te kunnen verdienen om te winnen. En ik probeer eigenlijk elke dag te trainen. En je lichaam vraagt soms om rust. Dus dan meestal geef ik me 1 dag in de week rust. Of een hersteltraining, dat ik wel iets doe, maar dat ik niet mijn lichaam te veel belast die dag. En verder probeer ik zeker 5 dagen in de week 2 keer per dag te trainen. En dan de andere 2 dagen gewoon 1 keer per dag. Naast kickboksen ben ik gewoon aanwezig in de gym, actief in de gym. Ik wil lessen geven, privélessen en ik ben nu weer pas begonnen met een nieuwe studie. Dus daar gaat nu ook weer mijn aandacht naartoe. Het is eigenlijk gewoon een voedingsleer en gewichtsconsultant. En ik vind het gewoon heel mooi om mensen te helpen. En ik vind gewoon het gewicht en een goede leven, vooral een goede, gezonde levensstijl, is momenteel bijna bij iedereen een probleem. Mensen weten gewoon niet hoe ze dingen moeten inplannen, hoe ze het moeten aanpakken, hoe met voeding om te gaan en beweging. En ik wil gewoon mensen daarbij gaan helpen. Ja, het is nu momenteel heel weinig, omdat ik veel partijen, tenminste belangrijke partijen heb gestaan, waardoor ik dan gewoon echt volledig in de focus wil en de focus op mijn training wil hebben. Maar ik wil ook wel weer meer lessen gaan geven. Ik vecht op min 56, min 61 en min 65. Maar in principe natuurlijk ook alles wat daar tussenin zit, dat vecht ik. Nee, ik vind gewoon dat je niet specifiek bij één organisatie 1 gewicht moet vechten. Ik vind, nee, gewoon het geldt gewoon voor alles. Dat was min 65. Fout gaan is natuurlijk, het gaat nooit iets echt heel erg fout. Het zijn gewoon leermomenten. En in principe, het ging redelijk goed. Het ging heel close op. En ik denk zelf misschien nog extra ronde in ieder geval. Maar in ieder geval, op dit moment was zij iets beter. En daar hebben gewoon bepaalde dingen in meegespeeld. Ik liep in mijn eerste partij tegen Daria, liep ik een zware enkelblessure op. Omdat ik mijn enkelband wat ingeschud had. En ik ben natuurlijk ook het toernooi al ingegaan met een gebroken hand. Dat is absoluut geen excuses. Dat is een keuze die ik zelf gemaakt heb. Maar ja, ik wil gewoon dat ook gewoon laten zien dat je gewoon wel meer moet. Mensen moeten meer vechten, meer het hart voor de sport hebben. En ik vind dat het hart bij heel veel, vooral bij heel veel vechters momenteel wegraakt. En gewoon denken van, nou weet je wat, ik heb geen zin of ik heb pijn in mijn grote teen. Ik meld me maar af. En ja, ik zit zelf niet zo in elkaar. We hadden heel veel afzeggingen gehad. Dus ik vond ook niet dat ik het tegenover de organisatie kon maken om ook nog af te zeggen. Maar nee, de finale zelf was gewoon een super partij. En ik denk echt dat het publiek eigenlijk de grootste winnaar was. Want het was gewoon echt een harde damespartij. Oh, dat durf ik echt niet precies te zeggen wanneer die precies is. Ja, het was vooral gewoon heel slim en heel tactisch vechten. Dat misschien niet altijd iedereen even goed aan mij gewend is. Maar ja, gewoon echt met 1 hand gevochten en mijn benen. En het ging gewoon heel goed, heel makkelijk eigenlijk. En dat was eigenlijk wel gewoon heel fijn. Heel veel goed mijn links gebruik in mijn trap. Het grootste verschil in de gewichten is, denk ik, vind ik persoonlijk, is de weg ernaartoe. Dus moet je veel afvallen of niet? Het gewicht in de ring merk ik niet zoveel. Kijk, tuurlijk, op lichtere gewichten zijn ze misschien iets sneller. In de zwaardere gewichten hebben ze misschien iets meer power. Maar over het algemeen, nee, ik merk niet zoveel verschil. Ik heb er geen moeite mee. Wat is dat?
Klopt, ik denk dat wel, ja, dat, het is zwaar, het is moeilijk, maar ik ben ongeveer 1,68. Ik denk het wel. Ik kan natuurlijk niet zeggen bijvoorbeeld morgen of overmorgen, niet gisteren, maar nee, ik vind dat ik natuurlijk het wel sowieso een keer het wordt. Ik bedoel, de winnaar, dat weet eigenlijk iedereen, maar het publiek ook wel, dat was ik en dat blijf ik bij. Ik bedoel, na 3 rondes was de winst eigenlijk wel duidelijk voor mij. Dat was minstens 50 kilo toernooi. En nou ja, de eerste 3 rondes waren in principe gewoon duidelijk voor mij. Ik kreeg een extra ronde wat gewoon absoluut niet terecht was. Die kreeg zij winst. En dan daarvoor vind ik gewoon dat die partij sowieso moet komen. Ja, in het protest dat was ingediend. Ik weet niet of er verder echt iets mee gedaan is met het protest. Ja, nee, dat weet ik wel. Dat, gewoon dat de winst bij haar bleef. Maar verder, ja, om die protest verder te gaan is, dat durf ik niet. Maar ik heb nog nooit iemand protest of een protest zien winnen, maar tegen mij gebeurt het. Ik weet het niet wat het is. Nou ja, ik vind ook gewoon dat daar gewoon, nou, ik heb daar haast geen eens woorden over veld te maken. Ik bedoel, kom op, 5 rondes voor mijn naam. Als we gaan lopen moeilijk doen, kan ik ook moeilijk doen. Kom op, die hoge trap was gewoon achter in de 5e ronde. Ik bedoel, die hebben ze niet geteld, hè? Nee, die hebben ze ook niet geteld. Dus ik bedoel, als we gaan lopen zeuren, heb ik ook genoeg punten om te lopen zeuren. Ik bedoel, je mag niet werken om het gevecht te ontwijken. Nou, ik weet het niet, maar ze heeft gewoon uit angst lopen werken omdat ze het gevecht niet aan wou gaan. Dus ik heb genoeg redenen waarover ik kan zeuren, maar kom op. Ja, wie weet. Ik bedoel, dat zou natuurlijk wel mooi zijn op zo'n platform. En dat ik dan gelijk echt iedereen kan laten zien van zo. Het is nu echt duidelijk en ik wil het eigenlijk tegen haar niet eens over de rondes laten gaan. Ja, ik weet niet of dat een makkelijkere stap is. Ik bedoel, nee, ik zou niet weten waarom dat per se een makkelijkere stap moet zijn. Nee. Ja, ik weet niet of het per se een positief punt moet zijn. Ja, ik weet natuurlijk niet hoe hun bekijken. Klopt. Ja. Heb je al eerder een nieuw tij? Ja, ik heb nou, natuurlijk zoals over het algemeen wordt bijna op alle galas wel een keer wel regels toegepast. En voorheen heb ik ook gewoon wel op een volle regels gevochten. Gewoon bij de moeder Communique gestapt met ellebogen. En ja, mijn eerste paar partijen gingen ook gewoon op de 5-10 minuten partijen met regels. Lekker zijn. Ik bedoel, je gaat daar niet heen om te denken van het is lekker om een titel erbij te pakken. Je gaat natuurlijk wel gewoon om hem mee naar huis te nemen. Yes. Ik ga ervan uit dat ze me moeilijk gaat maken. Waarom? Je kan beter van het negatiefste het zwaarste uitgaan dan het meevalt. Dat is slim van je. En ja, zie ik een gat om weer eruit te slaan. Sorry Saar, maar dan haal ik je er wel uit. Nee, tot nu toe is 18 juni momenteel het enige wat ik heb staan. En dan na de zomer zien we wel. Ja. Nou, in ieder geval heel veel succes. Ja, dankjewel. 18 juni met alles wat je doet. Wij zijn echt fans van jou. Ja, super. Al een tijdje al. Leuk om te horen, dankjewel. En nou ja, succes en blijf je natuurlijk volgen. Top. Oes.